Welkom bij een nieuwe video van FCIC. Dit is de allereerste FUT-video die ik ga uploaden op mijn kanaal. Naast dan die van 2016. Hè. Van 2017 de allereerste FUT-video. En deze aflevering van de allereerste squad builder. Dat is de allereerste squad builder. Gaan we kijken naar de Nederlandse strijders ter waarde van 12k. Met onder andere, zoals je in de titel al kon zien, een aantal spelers. Dit is echt een heerlijk team voor een perfect startelftal. Het is niet iets van 25 informs en 15 screamer gasten. Nee, het is gewoon een normaal elftal. Het is gewoon een normaal budget. Als je begint en je hebt misschien wel packs geopend, misschien één of twee goede spelers en kunnen verkopen, heb je wel wat geld. Nou, met dat geld kan je natuurlijk allemaal individuele spelers kopen en voor de rest met een brons elftal. Of je wil gewoon meteen een mooi elftal, dan is dit team echt perfect. We beginnen met de allereerste spelers toevoegen en dan komen we op het einde natuurlijk bij de totale prijs die ook al in de titel staat. 12.000, met zelfs één wisselspeler. Daarnaast kan je zelf natuurlijk je eigen wisselspelers toevoegen. Wordt het team net ietsje duurder, maar dat is ongeveer de prijs. Ik heb zelf het team gebouwd op de PC. Natuurlijk, je kan de controls zien van Xbox, maar ik speel op de PC. Maar op de PlayStation en Xbox is hij ook vrijwel dezelfde prijs. In de beschrijving staat een link naar FUTHEAD. FUTHEAD is een site waar je alle statistieken van alle spelers kan bekijken en ook allerlei teambeelds allemaal kan opzoeken en opslaan. Daar heb ik ook mijn opgeslagen. Dus als je nou niet elke keer terug wil naar deze video, dan kan je die site openen en die gewoon even ernaast zetten als je het team direct wil overnemen. Ook staan er de prijzen op, dus hartstikke handig. We gaan beginnen met de allereerste speler, de belangrijkste speler van het elftal, echt de steunpilaar, de architect, de baas van alle strijders, de commandant. Wat een intro. En dat is dan natuurlijk onze boy Willem. Nee hoor, het is Wesley Sneijder. Daar is hij. Wesley Sneijder is echt een baas van een kerel. Deze gast is zo verschrikkelijk goed. We gaan even kijken naar een aantal doelpunten later in deze aflevering, wat hij allemaal gedaan heeft en assisten, maar het is echt een held. De volgende speler, net zo belangrijk, bijna wel in het team. Want zonder spelers zoals dat kan je ook niet ver komen met scoren. En dat is een van zijn landgenoten qua competitie, maar ook natuurlijk landgenoten qua Nederlanders, is het Van Persie. Van Persie is de tweede speler in het elftal en Robin van Persie die kan er ook wat van hoor. Je denkt misschien dat hij wat ouder is en dat hij het allemaal niet zo goed meer kan in het echt. Want geen Nederlands elftal en hij speelt in Turkije. Maar die Van Persie en Sneijder samen, die kunnen er wat van. De derde spits is dan niet voor niks ook iemand die hard werkt om zo ver te komen. En hij is nog maar jong en dat is dan Vincent Janssen. Vincent Janssen speelt bij Tottenham, heeft dus niet per se een link met de rest van de andere spelers. Maar deze Turkse link samen met de Nederlandse link is al genoeg voor 27 teamgeest alleen maar in de voorhoede. En hebben we dus sowieso onze voorhoede vastgezet. Allemaal hoogtepunten van deze spelers natuurlijk later. Rechtsmidden, de meest populaire rechtsmidden eigenlijk voor de Nederlandse competitie is dan misschien wel iemand uit Ajax, Feyenoord of PSV. Maar iemand uit de Russische competitie is dan toch echt wel Quincy Promes. En dat blijft natuurlijk een Nederlander en daar gaat het om. We hoeven geen E3-spelers te hebben, maar Nederlandse spelers. Linksmidden is dan niemand minder dan Memphis Depay. Die is misschien niet op dit moment actief bij United zelf. Maar op FIFA is hij wel zeker nog degelijk a force to be reckoned with. Oftewel eentje waar je rekening mee moet houden. En hij is ook iemand die vooral veel aanvallen eigenlijk voorbereidt. Niet per se scoort, wel een aantal assisten aflevert. Verdedigende middenvelder. Ik ben zelf heel erg fan van verdedigende middenvelders. Vooral natuurlijk die 4-3-3 eigenlijk zoals we toen op het WK speelden met die verdedigende middenvelder. In 2010 was dat dan. Maar dat vind ik zelf heel prettig. En wie nou beter de meest unieke verdedigende middenvelder die we hebben. En als ik het over het WK 2010 heb, dan kan je maar aan één jongen denken. En dat is natuurlijk Nigel de Jong. Speelt ook bij Galatasaray in Turkije. Heeft dus ook een goede link met Sneijder op dat middenveld. En die doen het samen gewoon hartstikke goed. Daar voorin en die linken naar achter en naar voren toe. Beginnen bij de linksachter. Speelt in de Engelse competitie en heeft dus een goede link met Memphis Depay. Natuurlijk ook een Nederlander. Wie is er dan? Het is dan natuurlijk Patrick van Aanholt. Een van de spelers die gewoon zo goed op kan komen. Met 88 snelheid is hij er elke keer bij. En hij heeft een hoog aanvallend werktempo zoals je daar onder zijn lengte kan zien. En dat voel je ook echt omdat hij elke keer aankomt naar voren toe. En die link heeft met Memphis Depay. Aansluitend naar hem toe en natuurlijk ook de aansluiting naar Nigel de Jong. Gaan we een speler toevoegen die is dan misschien niet heel populair onder de Engelse competitie, want hij speelt er nog maar net. Hij is net een huurtransfer overgekomen naar Stoke City. En het is Martins Indy. Martins Indy heeft ook die Engelse link. En vandaar dat samen met de keeper waar ze straks bij komen, hebben ze dan ook weer een link. Die verdediger die ernaast staat, misschien heb je hem net al gezien in het lijstje. Het is Stefan de Vrij. Italiaanse competitie hebben we helaas geen andere spelers van. Maar wat een baas van een gozer.
deze Stefan de Vrij een tank is het. En ik heb hem daarom ook de bewaker tag gegeven. Bewaker, je voelt het ook echt. Hij houdt het allemaal wel dicht. Hij is altijd de laatste man. Maar dus Indy gaat ook nog wel eens naar voren. Alhoewel, de Vrij heeft ook best wel een aanvallende actie in de benen zitten. De rechtsachter is Jan Maat. En Jan Maat die kan heel erg goed opkomen naar voren toe. Maar hij heeft ook nog die Engelse link. Hij heeft scorend vermogen. Hij heeft goede voorzetten in de benen. Hij kan corners nemen. Hij kan zelfs vrije trappen nemen. Niet dat je dat zo heel vaak doet. Maar het is zeker iemand die je heel goed kan gebruiken daar. Om het team af te sluiten voor de 11 spelers. En we gaan natuurlijk nog naar die ene super sub kijken die ik dan in elke aflevering wel één keer erin zal zetten. Maar eerst de keeper. En dat is een keeper die niet heel populair is in Nederland. Michel Vorm. Michel Vorm heeft nu bij Tottenham meer speeltijd dan ooit door de blessure van Lloris gekregen. Maar Michel Vorm is ook een beest van een kerel. Meer hoogtepunten van hem later. Dan gaan we naar de super sub. De super sub is één speler die ik in het team dan toevoeg. Die eigenlijk altijd wel zo goed is dat hij eigenlijk wel bijna een basisplaats verdient. Maar misschien door de manier waarop jij het team hebt neergezet. Of gewoon je favoriete eigen mening. Kan je ervoor kiezen om hem erin te zetten of gewoon op de bank te zetten. In mijn geval is het een koopje geweest voor mij. Misschien is hij nu wel duurder geworden. Dat zou kunnen. Maar mijn speler is dan niemand minder dan de fantastische Georgino Wijnaldum. Wat een heerlijke gozer is dat dan om het veld te hebben. Hij werkt hard. Hij heeft ook een hoge werktempo aanvallend. Een normale verdedigend. Maar het is gewoon een hele lekkere speler. Hij speelt bij Liverpool op dit moment. Krijgt ook veel speeltijd van Jurgen Klopp. Vergeleken met landgenoten in de Premier League. En hij is gewoon een perfect iemand om super sub te zijn. Hij komt er ook eigenlijk elke wedstrijd wel één keer in voor Memphis Depay. Maar je kan hem ook gewoon rustig op de rechterkant zetten. Indien dat nodig is om even in de wedstrijd iets aan te passen met een blessure of weet ik veel wat. Links en rechts hebben we twee opkomende backs. Dat zijn de speelinstructies dat ze altijd opkomen. Linker en rechterkant zijn de vleugelaanvallers. Die gaan ook gewoon op de flank blijven. De verdedigende middenvelder gaat focussen op man dekken. De aanvallende middenvelder, Sneijder in dit geval, die gaat gewoon vooral letten op het feit dat hij gaat wel de verdediging ondersteunen, maar hij gaat conservatieve onderscheppingen doen. Dacht ik misschien, maar nee, toch maar normaal. Want anders dan heb je zo'n probleem dat Sneijder niet eens gaat ingrijpen. Dat wil je niet hebben. En de twee spitsen, dus eigenlijk heeft hij een hele normale nummer 10 rol. Een beetje heen en weer komen terug. En ook nog met zijn kop in de 16. Dan hebben we ook nog natuurlijk de twee spitsen. En die gaan en de paasrichtingen afschermen. En ze allebei gebalanceerde breedte en gebalanceerde loopacties. En op die manier, die andere zetten druk zetten op achterste lijn. En die andere zetten paasrichting afschermen. Ik denk dat het tijd is om naar de wedstrijd te gaan. Let's go. De eerste speler waar we hoogtepunten van gaan bekijken is Wesley Sneijder, de architect. En Wesley Sneijder, die zoals ik al zei in het begin van de video, is zo verschrikkelijk goed. En we kunnen dus precies zien waarom. Dit is net na een aftrap meteen al een doelpunt waar Jans ook gewoon vergeert als een soort van bliksem afleiden. Want ja, met zijn linkerpoot kon hij daar ook scoren. En als jullie misschien eens afvragen waarom ik misschien niet Jans aan de andere kant heb staan. Omdat je dan natuurlijk nog meer die Engelse link hebt, / Turkse link voor Van Persie. Het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Want je hebt gewoon 110 geest. Het maakt niet eens uit welke manager je selecteert, want je hebt gewoon 110 geest. Vandaar om die vraag te beantwoorden. Jans in deze aanval. Ook heel belangrijk om met zijn borst aan te nemen. En dit soort dingetjes kan Jansen zo goed. Je denkt dat hij alleen maar kan scoren. Maar net zoals hij eigenlijk in het echt doet, doet hij dat nog niet zo heel veel bij Tottenham. Maar kan hij wel gewoon echt lekker pasen. Opnieuw is het Van Persie en in dit geval dan Promes met een mooie throughpass. Maar die Van Persie en Jansen zijn elke keer in de voorbereiding voor Sneijder. En die Sneijder loopt elke keer net als een soort van derde spits mee. Ik zei ook per ongeluk in het begin van de video op derde spits. Maar die Sneijder die kan afmaken. Het is niet normaal. En dan voor zo weinig coins. Het is misschien... Als je een beetje een goede deal hebt, kan je hem voor 3000 ophalen. Hier nog eens zo'n geweldig schot. In dit geval is het dan Sergio die hem dan heel mooi redt. Maar oh, die Sneijder, niet normaal. En ik denk als we elke keer gaan kijken naar de acties van Wesley Sneijder, dan kom je er ook achter dat hij elke keer ook aan zichzelf aan de basis van die aanval staat. Hij maakt zelf die harde sprint, hij gaat zelf rennen. En elke keer is hetzelfdegene die op het einde staat om het doelpunt te maken. In dit geval ook Promes en opnieuw is Sneijder en hij maakt weer geweldig af. Nou moet ik zeggen dat deze aflevering speel ik in seizoen 10, want ik heb een heel seizoen gespeeld met het team en daarom is het ook echt een starter elftal. Dus dat jullie niet denken dat het een van de divisie 1 gameplay is. En ik heb zelf ook wel wat meer ervaring dan divisie 10. Maar ja, dat is echt een beginners elftal en dat kan je ook merken aan het team wat je kan kopen. Want ja, 12k is natuurlijk bijna niks. Dus is ook echt een beginners elftal, daar kan je zelf doorbouwen. Opnieuw Sneijder meteen naar diezelfde aftrap die net genomen was. En happakee, het is echt linkervoet.
rechtervoet. Ik ben helemaal gewoon gechoqueerd door hoe goed die Wesley Sneijder is in FIFA 17. Hij heeft ook nog een beetje body dat je daar kan zien. Maar in dit geval is het Vincent Janssen. Gaan even laten zien of Vincent Janssen de balletjes afmaakt. En een strijder vind ik het. Niet per se een speciaal iets. Maar Vincent Janssen was er toch wel echt aan de basis van die aanval. En Van Persie is dan degene die hem afmaakt met een mooie chippy. Maar het was echt wel Vincent Janssen die daar zo goed was. En de reden dat Vincent Janssen zo goed is in dit team is omdat hij met Van Persie samen twee gasten zijn die allebei een individuele actie kunnen maken indien nodig. Het zijn niet, het zijn geen Memphis of Promes. Maar ze kunnen wel gewoon op het goede moment te staan. Zoals hier. Ze lopen gewoon goed mee. Hoppakee. Lopje in de basis. Hop. Ja, het is... Ik heb gewoon... verrassend genoeg denk ik dat spelers zoals Vincent Janssen over 2 jaar gewoon 85 zijn of zo. Maar hier opnieuw gewoon afmaken. Rechtervoet. Gas. Die rechtervoet is van hem is ook goed hoor. Hij is links, maar hij kan rechts ook aardig ballen. En ik denk binnenkort als we gaan kijken naar de spelers die achter Vincent Janssen en Van Persie staan. Dan merk je ook dat die eigenlijk amper aan de bal komen als het gaat om doelpunten maken. Want Van Persie en Janssen die zijn degene die echt die doelpunten allemaal erin tief alsof ze gratis zijn. Promessi met een mooie paas opnieuw op onze boy Vincent Janssen. Wordt een beetje met geluk weggehaald en is de Sneijder die gaat zelf afmaken. Nee, we geven rustig aan Van Persie en die maakt hem ook weer af. En opnieuw is het dan Vincent Janssen die zo belangrijk kan zijn daar. En natuurlijk ook Van Persie die ook nog heel belangrijk is in al die aanvallen. In dit geval is het ook weer Van Persie. Oh, wat een geweldige paas op Janssen. En Janssen ziet natuurlijk gewoon Van Persie lopen, maar met een beetje geluk in de kluts. En opnieuw kan hij afmaken. Het is zelfs zo erg dat we het op het einde gaan zien. Maar bijna elke tegenstander was gekwit op dit elftal. 5-1 in de 50ste minuut. Dat is niet normaal. Hij kan ook nog penalties nemen, die Van Persie. Het is een lekkere kerel. Memphis Depay daarentegen ook elke keer aan de voorbereiding samen met Sneijder. Maar weer zo'n geweldige paas van Wesley Sneijder. En Van Persie die denkt, ja hoor, ik gebruik ook even mijn rechtervoet. Dit team gaat zo kapot lekker. En de reden dat het nog steeds zo'n goed beginnersteam is ook omdat er niet hele superspelers bij zitten, behalve Sneijder. Waardoor je dus gewoon nog een gebalanceerde ervaring hebt en met alle spelers kan leren spelen. Nigel de Jong kan ook gewoon nog even een mooie passes doen hier. En Sneijder ziet weer in de diepte wat lopen. Van Persie, spreek je daarvoor, geeft hij hem af. Ja hoor, gewoon collegiaal. En Janssen die doet nog even een mooi chippy. En dat, zo gaat dat elke keer. Het is elke keer via Sneijder naar of Van Persie of naar Janssen. En die passen hem dan naar Van Persie of Janssen. Laat me weten in de reacties wat jij vindt van dit team. En dan kan ik voor de volgende keer een beetje weten van wat ik misschien nog moet aanpassen. Of wat je juist heel leuk vond. In het geval heeft Quincy Promes team even erin, Joost. Ja hoor. Een van de duurste spelers van het team. En hij lijkt misschien niet zo heel erg actief in het doelpunten. Maar hij is zeker een van de spelers die ook heel vaak gewoon aan de voorbereiding staat. Samen met Memphis Depay. Want deze gasten die zijn niet per se degene die dus, zoals ik al zei, de doelpunten maken. Maar ze zijn zo snel. Ze creëren zoveel ruimte, zoals hier. Weet je wel, hij had alle afleiding zeg maar, op zichzelf. Hij speelt even 3-4 man uit. Scoort helaas hier niet. Maar het is nog steeds wel een heerlijke actie. En op deze manier kan je een heel veld opentrekken. Memphis Depay is ook precies zo. Ik vind hem een beetje een ninja. Want hoppakee, het werd er langs. Beetje geluk dat hij daar... Oh, binnenkant paal, buitenkant paal. Maar het is gewoon een heerlijke gast. Verdediging is ook helemaal niet slecht. Zoals Nigel de Jong hier, die neemt hem ook gewoon weer lekker aan. En die legt het ook gewoon weer rustig uit voor Promes. En die gaat niet paas in het geval. Sneijder die gaat de diepte in. Maar nee, Promes die doet even een sprintje zelf op de brommer. Zoals Van der Gijp dat wel zou zeggen. En helaas een beetje te mooi gedaan. Maar ja, dat hoort er ook bij, hè, bij de online gameplay. Stefan de Vrij, de bewaker, dat is ook echt de tag die hij heeft. Sommige van die gasten zijn even een accurate beschrijving, andere is gewoon mijn mening. Maar Martins Indy en Stefan de Vrij, die doen gewoon vette shit samen. Hebben ook nog scorend vermogen, gaan ook nog wel eens mee naar voren en op die manier kom je wel erg ver. Michel Forum ook, de octopus. En hij heeft nog niet eens een tag, hij heeft gewoon basis, hij heeft geen extra dingen. En die schiet ze, eruit en die houdt ze eruit gewoon als warme broodjes. In dit geval, je houdt de nul echt wel met een keeper zoals dat. Hij blijft het gewoon doen. Gewoon dit soort kansen dat je denkt, nou dit moet van het doelpunt worden. En ja hoor, vorm heeft hem nog gewoon ook nog. En op deze manier hebben we in 4 wedstrijden 4 keer gewonnen. En dan 1 keer, dus eigenlijk in 5 wedstrijden 4 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. En dan hebben we de titel in 1 keer gehaald. Een perfect starter elftal. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Als je hem leuk vond, laat een blauw duimpje achter. Een langere video dan normaal, dan krijg ik wel eens wat vragen over. En als je nou een heel leuk team hebt die je wil dat ik ga behandelen, kan ik dat natuurlijk ook gewoon doen. Dan kan je me via Twitter of Facebook een berichtje sturen. Dank je voor het kijken en tot de volgende keer. See ya!